Welkom bij deze videotutorial van het Dolibar ERP en CRM systeem. In deze video laten we zien hoe de module onkostendeclaraties werkt. Voorbereiding. Activeer de module onkostendeclaraties in het menu Home, Setup, Modules. Wijs de rechten op de modules toe aan uw gebruikers. Voor meer informatie over het toewijzen van rechten aan de gebruikers, kun je de video Gebruikers en groepen bekijken. Declaratie aanmaken. De module onkostendeclaraties is beschikbaar onder het HRM-menu en is het belangrijkste middel voor het vastleggen van onkosten voor een project. Declaraties kunnen worden gemaakt door te klikken op Nieuw in het menu Declaraties. De menuoptie is beschikbaar als aan de gebruiker deze rechten zijn toegekend om declaraties te mogen indienen. Geef een start- en een einddatum aan voor de declaratie. Wanneer je een leidinggevende bent of beheerder, kun je een ondergeschikte medewerker selecteren. Als je dat niet selecteert, zal het systeem jezelf als gebruiker aanmerken. Vervolgens kun je aangeven welke gebruiker verantwoordelijk is voor het goedkeuren van de declaratie. Voor medewerkers zal het automatisch de leidinggevende zijn van de gebruiker. Het is mogelijk om een notitie in te voeren voor aanvullende informatie, publiek of privé. Zodra de declaratie aangemaakt is, kun je de eigenlijke onkosten opvoeren. Kies een datum en project waarvoor de onkosten kunnen worden opgevoerd. Kies een type. Vul de omschrijving in en een bedrag. Kies de hoeveelheid en vervolgens op toevoegen. Je kunt documenten bijvoegen zoals gescande rekeningen of bonnetjes. Merk op dat je meerdere regels kwijt kunt op één onkostendeclaratie. Daarmee kun je dus een onkostendeclaratie maken voor een hele week of maand. Zodra de onkostendeclaratie is ingevuld, klik je op Valideren en indienen voor goedkeuring om de onkostendeclaratie voor goedkeuring te versturen. Merk op dat er automatisch een e-mail wordt verzonden naar de goedkeurder. Goedkeuringsproces. Onkostendeclaraties die zijn aangemaakt en verstuurd voor goedkeuring zijn te vinden op het dashboard van de bijbehorende leidinggevende of beheerdersdashboard. De leidinggevende of beheerder kan nu de onkostendeclaratie beoordelen en naar gelang van toepassing het goedkeuren of afwijzen. Merk op dat er automatisch een e-mail wordt verzonden naar de aanvrager om hem of haar te informeren. Gebruikers kunnen ook onkostendeclaraties aanpassen. Om een nieuwe declaratie op basis van een reeds aangemaakte declaratie te maken, klik dan op de klonen optie. Overzicht van declaraties en statistieken. Gebruik de beschikbare menuopties om een overzicht van de onkostendeclaraties in te zien. Onkostendeclaraties kunnen bekeken worden op basis van elke status van een declaratie, zoals concept, gevalideerd, goedgekeurd, betaald, geannuleerd en geweigerd. Onder het menu Statistieken is een mooi grafisch overzicht te zien van alle declaraties. Vul de betreffende zoekcriteria in als je bepaalde declaraties zoekt. De statistieken worden vervolgens weergegeven in een tabelvorm en in staafdiagrammen. Er zijn een heleboel andere functies die kunnen worden geactiveerd via de setup. In de meeste modules kun je ook gebruik maken van aanvullende attributen om je onkostendeclaraties uit te breiden en het is mogelijk om de onkostendeclaraties als databestand te exporteren. Bedankt voor het kijken naar deze videotutorial. Als u meer wilt leren over Dolibar, kijk dan op www.dolibar.org.